Hoi, leuk dat jullie kijken. Het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe hairtutorial. Zoals jullie misschien wel zullen gaan zien, aankomende weken ga ik wat simpelere kapsels plaatsen. Er is niet al te veel warmteapparatuur nodig en in de meeste gevallen helemaal geen warmteapparatuur. En dat heeft een reden. Vanaf december kunnen jullie 3 weken lang, kunnen jullie iedere keer opzijkapsels van mij verwachten. En dat worden echt een beetje de kerstgalen, kerstfeestkapsels. Voor chique dineetjes. Dus ik ga echt helemaal over de top daarin. Echt van die hele mooie klassieke opsteekkapsels met losse krullen eruit. Of juist helemaal vast, alles omhoog. Dus dat komt vanaf december. En omdat ik nu juist even tegenovergestelde wil doen, gaan we nu voor wat simpelere kapsels. Volgende week ook eentje zonder warmteapparatuur. En dan vanaf december gaan we helemaal los en ga ik lekker de glitters ophangen. En echt een beetje die kerstspirit erin krijgen. Maar daar vind ik nu nog iets te vroeg voor. Dus we gaan even gewoon de leuke herfstkapsels waarmee je gewoon lekker naar het werk kan, naar school kan. Gewoon niet te veel moeite, gewoon een beetje snel klaar kunnen zijn 's ochtends vroeg. Ik ga jullie vandaag ook weer, naar mijn idee, een heel leuk kapsel laten zien. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. Om te beginnen, we willen wat volume bovenop gaan maken. En mijn scheiding valt van zichzelf aan deze kant. En je ziet dan ook dat die plat valt, omdat dat een natuurlijke valling is. Ik ga dus expres de andere kant op en je ziet meteen dat hij boller wil gaan zitten. Hij gaat meteen omhoog staan. Dus die kant gaan we nu opwerken. Wat even handig is, is dat je wat schuifspeldjes nodig hebt en zorg er dan voor dat je de stugge speldjes hebt, zodat ze niet gaan uitglijden. Verder, nu heb ik vrij zacht haar ook zelf, maar stop er anders even bijvoorbeeld wat droog shampoo in of zorg ervoor dat het even wat stugger wordt. Mocht je echt van het haar hebben wat bijna niet vasthoudt, wat heel snel uitzakt, doe er even lekker wat versteviging in. Maak het even lekker wat stugger. Ik pak even mijn speldjes erbij en dan gaan we gewoon meteen beginnen. Als je nou zelf een ring hebt die wat ruimer zit, dan kun je ze mooi daar insteken zodat ze goed blijven zitten. Dan heb je ze meteen bij de hand. En staan ze ook meteen open. Dan hoef je het niet met je tanden te doen. Wat we gaan doen. We beginnen aan deze kant. Zoals je ziet heb ik mijn scheiding vrij laag gedaan. Zodat je wel lekker dat volume hebt. En je wil ook niet te veel een middenscheiding maken. Ik ga hem draaien. En ik pak er iedere keer een plukje bij. En die draai ik ook door. En je kunt dit best wel snel doen. En ik pak hem alleen van onderaf. Van bovenaf moet je even zorgen dat dit zo glad mogelijk aanvoelt. Zie je, dan ben je nu aan deze kant. En ik ga er speldjes insteken. En dat doe ik. Ik zal het even. Kijk. De ribbeltjeskant, die gaat erin. Je steekt een klein stukje erin. En dan draai je hem rond en steek je hem vast. Dat doe je op verschillende plekken in je haar om te zorgen dat die twist goed blijft zitten. Dus een beetje erin, ronddraaien en vaststeken. En ook aan deze kant om te voorkomen dat het dan echt zo'n heel groot uitgedraaide pluk wordt, want dat gaat snel gebeuren. Hij moet natuurlijk echt een beetje klein blijven, een beetje bij elkaar. En ik wil er nog eentje voor aan, gewoon voor de zekerheid. Ik denk wel dat het blijft zitten. Dus weer erin. Ronddraaien en deze doe ik in de lengte van de gedraaide pluk, zit hij erin. Als je hem te veel zo doet, dan gaat hij zichtbaar worden omdat hij hier uit gaat steken. Nu aan deze kant moet je even goed in de spiegel kijken hoe de verhoudingen zijn. Ik vind het wel vaak handig om hem vast te zetten. En dat doe ik ook een beetje op een draaiende manier, zodat het niet ineens heel erg uit de toon valt. Kijk zo. En dan steek ik die speld er weer een beetje op dezelfde manier in. Draai hem rond. En zet hem vast. Nu heb ik mijn lok vastgezet, nu ga ik ook dit vastzetten, ook op een draaiende manier. En die steek ik iets naar achter vast. Weer het speldje erg goed tussen proberen te steken. Zie je, dus mijn lok zit eigenlijk een beetje naar voren geleid, dit weer een beetje naar achter. En nu gaan we de rest draaien. Dat is omhoog, omdat je dat net ook hebt gedaan met heel de achterkant.
Anders ga je namelijk het tegenwerken. En je draait hem gewoon door op gevoel. En het is de bedoeling dat het er iedere keer in komt te liggen. En dat laatste puntje ga ik ertussen steken. En dan moet je even goed voelen dat je alle puntjes ertussen hebt. En dan pak ik even schuifspeltjes. Ik dacht dat ik ze nog om mijn ring had, maar dat had ik niet meer. En die schuifspeltjes, dat is nu wel fijn omdat alles zo dicht bij elkaar is gedraaid als een knot. Gaan we de speltjes er gewoon doorheen steken. Dus je zorgt ervoor dat hij hier vast zit, maar hij gaat helemaal door en door zover je hem erin kan steken. Ik zal hem jullie even laten zien nu het helemaal af is. Zie je, op deze manier heb je een hele simpele look. Heel elegant, wel heel bijzonder. Maar doordat lekker al je haar vast zit, hoef je niet bang te zijn voor het weer. Gewoon heel veel lak erop sprayen en dan kun je gewoon lekker alles doen zoals je het normaal gesproken gewend bent. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat krullen bijvoorbeeld uitzakken of wat dan ook. Ideale herfstlook lijkt me zo. En ik ben heel benieuwd trouwens, dat wil ik graag nog even van jullie weten. Gaan jullie met kerst iets speciaals doen met jullie haar of doen jullie haar altijd zoals jullie gewend zijn? En laten we er een poll van houden. Als je deze video liked, dan ga je dus wel echt met een opsteekkapsel naar werkfeestjes, naar schoolfeesten, galas, dat soort dingen, dineetjes. En als je een duimpje omlaag doet, dan draag je haar gewoon los zoals je altijd gewend bent. Oh, en voordat ik het vergeet, per december begin ik aan een nieuwsbrief. Je kunt je aanmelden via contact@lindaharmsen.nl. Dan stuur je gewoon een mailtje waarin je aangeeft dat je graag de nieuwsbrief wilt ontvangen. Dat kan ook met een privébericht op Facebook, dus dat is ook geen probleem. Zorg er wel voor dat je het privé stuurt. Dus zet hem alsjeblieft niet openbaar en zet je e-mail ook niet onder deze video. Gewoon even via een privébericht of de mail. In die nieuwsbrief ga ik met jullie delen wat er afgelopen maand online is geweest, met zowel de link naar de video als de foto's van de bijbehorende kapsels. Daarnaast ga ik jullie vertellen wat jullie in de volgende maand van mij kunnen verwachten. En als ik wat extra's heb meegemaakt, iets speciaals heb, dan deel ik dat ook met jullie via de nieuwsbrief. Zoals bijvoorbeeld events of foto's van trainingen, dat soort dingetjes. Dus je krijgt net wat meer over mij te weten. Ik ga eenmaal per maand ga ik een mail sturen. Dus jullie hoeven niet bang te zijn. Ik ga jullie niet spammen, helemaal niks. Want alles één keer per maand één mail. En je kunt je ten alle tijde afmelden. Je kunt je ook ten alle tijde aanmelden. Dus wat dat betreft lijkt het me hartstikke leuk als jullie de nieuwsbrief willen ontvangen. Ik hoor het heel erg graag van jullie. En dan lezen jullie mij in ieder geval in december voor het eerst in jullie mailbox. En anders in ieder geval tot volgende week vrijdag voor een nieuwe hair tutorial. Doei!